Waar ben je? Ik ben nu bij Blokkenpark, waar ik even niet meer ben geweest. Waar heen? BP Garage. BP Garage, wacht. Is goed. Gaas! Kom even ergens staan dan. Hey. Ja, bij politie, wat is dit? Ga lekker hier staan. Politie. Ja, hey. Ik heb die ene Gregory in zijn ding gechopt. Is dat die fake Emilio? Ja, die heb ik even gechopt. Heb je gechopt? Zo. Wat mooi. Op donderen. Is hij dood of? Nee, die zal wel. Maar dat maakt niet uit. Maar hij kent zijn plek toch? Het gaat om het idee. Hij kent zijn plek. Is die Gregory niet van Nuestra? Jawel. Is dat niet een probleem? Ik heb met Jeroen gepraat. Maar had jij niet ruzie met Jeroen? Althans. Jawel. Hey. Maar ik heb tegen hem gezegd: geef je om hem of niet? En? Zei hij nee. En toen is hij gewoon gejuked. Toen heb ik hem gejuked. Weet je wat leuk zien? Kreeg ik hem. Nou? Jezus, wat een joekel. Heb je die net gekocht? Die is, ja. Die is groot. Dat zijn een grote ding. Ja, dat zijn grote heb dingen. Heb je die net gekocht? Nee. Hey, hallo en welkom. Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Ik ben vandaag met Jordi. Yay! En hij leeft nog en ik leef nog. De ruzie gaat langzaam door. Wat doe je? Wat doe je? Ik kan niet naar binnen. Hoezo niet? Hij gaat niet omhoog. Ja, kijk. Hoezo? Dat kan natuurlijk ook. Ja, maar leuk dat jullie er allemaal zijn. We gaan vandaag even bespreken hoe en wat, want we hebben allebei een beetje iets om onszelf te beschermen. Jordi leeft nog, we leven allemaal nog, maar ja, ik heb Jordi's kant en iedereen is eigenlijk tegen Jordi gekeerd. Ook de Nuestra-familie, dus we zijn eigenlijk gewoon nog maar met z'n tweeën volgens mij. We hebben letterlijk bijna niemand meer die ons helpt. Het is een beetje verdrietig. Yo, jongens. Hey. Nou goed, jongens. Piet gesproken, Die had het een en ander klaarstaan voor je, maar goed, dat heb je van de baan geschoven. En voor de rest wil je het gewoon lekker neutraal houden, zoals ik hem begrijp. Maar, Ja, ik hoorde het, maar het is wel heel tegenstrijdig. Je kan toch niet met één soort van klik op de knop, zeg maar, van gedachten zijn geswitcht. Dat snap ik ook niet helemaal. Piet was hier net gekomen. Ja. En hij zegt, ja, door wie is hij gestoken? Toen was ik even vergeten, want ik ben soms wel eens een leeghoofd. Iedereen is wel eens een leeghoofd. Ja. En toen vloekte eruit, toen zei ik Jordi. Of het uitmaakt of niet, weet ik niet. Hij zegt, ja, wanneer was hij hier net? Ik zei, jullie familie ding hadden. Ik zeg, ja, dat hadden we ook. Ja. Maar toen ineens kwam hij. Ja. En die heeft hem gestoken en is weggegaan. En toen, ik zei, ja, maar je hulp is niet nodig. De ambulance is er al. En toen, als zagrijnig onmannelijkheid, ging hij zo. Ging hij weer weg. Zei, ja, een beetje baby. Hoe de fuck weet hij waar we zijn? Ik denk dat Piet... Aparte, maar hoe de fuck weet hij waar jij bent dan? Ja, omdat hij soort ging. Zei ik, ja, omdat jij zei... Maar ik zei, ja, er is helemaal geen hulp nodig. De ambulance is er al. Zei ik 3 keer. Dan zei ik, bang je, stuurlijk aan. Echt, dan wil hij er weer bij zijn. Ja, hij wil gewoon alleen maar informatie. Interessant weer zijn. Ja, echt, alleen maar informatie. Inderdaad, de tweede Edward wil hij zijn, denk ik. Ja, dat is ook zo, dat wil hij ook zijn. Goed, Jari, ik zit heel even in gesprek met Jordi, mag je eerlijk weten. En ik ga je nog even horen en dan ga ik met jou even in gesprek, goed? Ik stel me netjes voor, ik denk dat je mij wel eens een keer hebt gekend. Maar niet op een vriendelijke meeting zoals nu. Dat Royal zou heel goed kunnen. Nou, ik ken jou volgens mij nog wel. Wijnvelden, misschien zegt dat wel iets tegen je. Grote nou, weet je, het is mijn beste vriend, ik ken hem lang, dat weet je ook. Ik ken hem goed en je laat het gaan niet zomaar dol met mijn vrienden. Dus het was een waarschuwingsschot. Ik hou, weet je, het maakt me niet uit wat er nu gebeurt met me. Maar het was mijn waarschuwing voorin dat ze het niet nog een keer bij Sam of bij Pascal moeten doen. Er staan mensen volgens mij op de berg. Er zijn mensen inderdaad. Oh, ik denk wel. Jongens, dat is een sniper. Ik zie niks. Jongens, dat is... Fuck. Jongens, weg. Dat is Edward met sniper. In de wijnvelden. Ja, ja, klopt. Toen hadden we een meeting. En dat was... Ik stond toen naast Jordi ook, volgens mij. Yep. En toen stond Edward op de berg. Yep. Ja, klopt. Nee, daar was ik bij. Weet je wat was? Roy had toen op iemand geschoten, hè? Ja. Toen was ik toch boos op Roy. Ja. Toen heb ik er ook op geschoten. Ja. Ja, je hebt geschoten weet nog voordat we weggingen. Weet je wie gesnitcht heeft dat wij kwade bedoelingen hadden tegen Roy? Nou, laat me gokken. Piet. Ja. Hou het erop dat ik de dag daarna een meeting heb gehad met Piet en die had gezegd dat jullie een kogel door mijn been wouden jagen. Die heeft het dus gewoon verteld allemaal. Ja. Yep. Mm-hmm. Dus weet je wat... Dat gebeurde veel langer voordat wij het eruit wisten. Ja, even een rewinder, hè. We dachten altijd dat Rick de snitch was. Ja. Maar blijkbaar was zeker Piet... Zeker niet. Piet maar weet je, Jordi, ik weet niet of je het al hebt verteld tegen hem, maar toen ik had geschoten, waren jullie toch mij op zoek?
Ik zei toch dat ik voorbereid was. Ja. Niet dat, maar daarvoor had hij me gewaarschuwd dat jullie op zoek naar mij waren. Jezus. Dus daarom wist ik, was ik ook voorbereid en had ik Edward ingelicht hierover. Nee, dan weet jij hier ook over dat het okay. Wat langer speelt. Piet die was dus al veel langer bezig met zijn eigen dingetjes. Ja. Houd het erop dat ik aan Joris kant sta, dus daarom anders zou ik dit niet vertellen. Ja. Lastig. Het is allemaal een beetje lastig, ja man. Het is echt heel apart. Je verwacht het gewoon niet, dat iemand zo hard... Eigenlijk wil je het niet geloven echt, snap je wat ik bedoel? Mm-hmm. Dat iemand je eigenlijk probeert te naaien eigenlijk, waarmee je zo lang samen mee bent geweest en waarmee je zoveel hebt gedeeld. Dat dan in één keer zo hard tegen je keert, weet je. Dat is zo'n apart gevoel. Maar jij was toch ineens, nou niet tegen Jordi gekeerd of zo, maar je stond aan Piet's kant? Nou, Piet's kant ook weer niet helemaal. Ik heb op een gegeven moment gewoon gezegd, ik ben neutraal, weet je. En ik hoor Piet's gezeik aan, bij wijze van spreken, en die van Jordi. En ik heb wel gezegd net ook, wat ik met Roy er gewoon even over heb gehad. En ik heb er ook wat nachtjes over kunnen slapen natuurlijk. Ik heb gezegd, Jordi, ik sta neutraal tot zover. Kijk, als op een gegeven moment Jordi in een levensbedreigende situatie komt, dan zal hij zeker van mij kunnen volgen dat ik achter hem sta, weet je. Hoe heet het? Even over het laatst, dat we het hadden over... Stel, Piet en zo starten iets nieuws. Ja. En dan kunnen wij bewijs van met z'n tweeën... Jongens, ik spreek jullie later, Yes, you. Bewijs van met z'n tweeën iets starten, weet je. Ik zie dat sowieso al zitten. Nu ik ook zo hoor over dat Piet al veel langer bezig is met zijn eigen dingen telkens. De darkness, de naam betekent niet meer zoveel. Sowieso als we hier bovenop komen, dan weet ik niet of onze reputatie nog wat betekent. Ja, en er zal ten alle tijde een wantrouwen blijven, want dat. Hoe hij onze naai... En dat gaat gewoon niet meer. En hoe zielig ik het eigenlijk ook vind van de rest. Nou, dat is gewoon manipulatie wil ik ook niet zeggen. Dat is gewoon, die kennen maar één verhaal, weet je. Ja, die of ze maar willen gewoon verhaal. Niet naar... Ik heb ze ook heel vaak uit willen leggen, maar ze willen gewoon niet naar me luisteren. Ja, dat zeg ik. Ik maak één dus, kans horen. Ik heb toen, voordat ik met jou ging, heb ik met Piet gebeld. Ik heb met jou gebeld, ik heb met Edward gebeld. Ik heb met iedereen gebeld om alle kanten te horen. Ja. En toen ben ik pas naar je toe gegaan. Dus vandaar, die jongens die missen gewoon jouw informatie, die missen gewoon kanten. En die zijn gewoon met eerst het goede verhaal wat ze gehoord hebben, zijn ze akkoord gegaan. En zijn ze bij Piet gebleven. Iemand krijgt een bodycam. Ja. The whiteness. The whiteness. The lightness. Ik zie het oprecht sowieso al een beetje zitten. Om nou gewoon even rust te pakken met z'n tweeën. Niet alleen, maar gewoon echt met z'n tweeën. Ja, ik denk dat wij momenteel de meest vertrouwende personen zijn tegenover elkaar. Dat durf ik wel te wedden, ja. Dat durf ik wel te wedden. En binnenkort hebben we kans dat we natuurlijk weer een beetje gevaarlijker kunnen zijn dan dat we nu zijn. Met mogelijk vuurwapens. Het enige probleem is dat dan bijvoorbeeld een overval, zoals een grote bank en zo. Wordt heel lastig. Ja, dat zou met een Nuestra kunnen, maar... Ja, ik ben nou niet of ook dat... Weet je, dat ze... Het is gewoon... Hun zijn net een stoplicht, ouwe. Rood, groen. Nuestra? Ja. Ja, dat snap ik. Inderdaad, de hele tijd of bij Piet, of bij jou, of bij Piet. Ja, en daar zit ik niet op te wachten. Dat is echt al vervelend. Ik zie hem trouwens op bodycam, de kaknis. Nee. De plaknis. De plaknis. De donker. De donkere, gewoon noemen we het. Die de donkere. De donkere. De schaduw. De schaduw. Nee, we moeten denk ik nog maar eventjes in ons achterhoofd houden. Ja, ik wou net zeggen, ik ga niet over de naam. Ik denk dat we gewoon rustig aan moeten kijken. Ja, tuurlijk. Even Baby Only Boys. De Baby Only Boys. Ja, ik wou het net zeggen. Baby Only Boys. Alle gekheid. Ik denk dat dat wel een leuk idee is. Ja, houden we even in ons achterhoofd. Ik heb sowieso één iemand die ik mee wil. Wie? Dat is Kane Smoke. Kane Smoke, die zou wel... Ja. Die ken ik niet. Dat is iemand die... Eigenlijk net in de darkness zou komen. Oh, maar ja, en die ik de laatste tijd veel telefonisch heb gesproken. Ja, oké. En als hij die wil... Ik heb nog nooit gezien. Kane Smoke, zeg je. Ja. Die zou wel graag... Hij heeft tot nu ook een vuurwapen op zijn beschikking. Alleen hij is op zakenreisje. Zijn tandwiel in zijn hoofd. Oh, niks aan boy, ja. Wat? Gore beelden had ze dan! Pleur naar Zappan! Auw! Mijn been! Hey, kom, ik heb afspraak. Ik word gebeld door Lucas. 2 seconden, even kijken. Hey makkers. Hey. Hey, heb jij even tijd voor een klein gesprekje met de other boys? Tenminste, ik ga daar wel bij staan, maar voor mij is het niet heel interessant meer. Maar... Of ik tijd heb voor wat is het, wat voor gesprek? Ja, met heel de groep. Tenminste, met heel jullie groep. Waarover? Lucas. Over de situatie, dat wil Willem graag. Dat wil Willem. Ja, dat wilde ik laatst ook. Op de parkeerplaats tegenover AB.
Ik heb die locatie gekozen, het is tegenover AB, dus er zal niks geks gebeuren. Nee, natuurlijk, maar ik wilde er laatst ook en toen kwam er ook niks van. Maar geloof mij, ik sta daar nu met Piet, Jeffrey en Willem. Jeffrey? Jeffrey is er ook. Jeffrey is er? Mees en Bert zijn hier ook al, dus als jullie zouden komen zou ik dat appreciëren. Kijk, de keuze ligt alsnog bij jullie. Ik kan jullie niks verplichten, want ik ben niet geen onderdeel meer van jullie, maar heel de groep staat hier nu, tegenover AB. Ik wil je de locatie sturen, maar... Ja, is goed. Is goed. Dan kunnen jullie kijken wat jullie doen. Ja, is goed. Prima. Oké? Okay? Ja, ik zie even een locatie. Ja, is goed. Waar heb je opgehangen? Ja. Je weet dat Jeffrey de enige is met de gun, hè? Ja, dat weet ik. Dus, en als we daar nu heen gaan, is de mogelijkheid dat we daar blijven. Ja, Jeffrey heeft inderdaad een gun, maar zou Jeffrey jou neerschieten? Piet, praat iedereen om tegenwoordig? Ik weet het niet meer. Seconden. Hallo? Hey. Hey. Ik hoor hier via dat er een meeting gaat plaatsvinden. Ja, klopt. Dat is een fout. Zijn jullie daarom? Nee, we willen twijfelen. Oké. Als jullie willen, kan ik misschien wel het meest beveiligde gebouw van de hele stad zorgen dat er niet geschoten met wie bel je? Worden. Ja, dat zou op zich zet wel ik gewoon zijn. Wat klaar. Dat zou oprecht heel chill zijn. Het FIB-gebouw, ik heb redelijke access. Maar we zijn ergens anders. Oh, oké. Duidelijk. Het zou wel chill zijn. Voor gewoon. Ik verwacht niet dat er echt iets gebeurt, maar als backup gewoon. Ja, is goed. Het FIB-gebouw is beschikbaar. Ja. Dus dan weet je het. Maar ze in ieder geval tegenover het politiebureau dan. Ja. Dus nee, stel er gebeurt iets, dan kan ik op je rekenen dan? Ja hoor. Oké, top. Ik heb Edward, die is ingelicht. Denk je dat er iets gebeurt? Ik weet het niet, hoor. Kunnen we op Edward vertrouwen? Ja, vertrouwen op Edward is nooit een ding, maar... Ja, waarom ook niet. Gewoon gaan? Ja, en anders zijn sowieso mensen van op de hoogte. Nee, maar als hier iets gebeurt, dan is het gauw klaar, hoor. Dan is het echt gauw klaar. Chef. Bedankt voor het... Tot snel. Oké. Hey Willem. Laten we allemaal met de gezichten qua aankijken. Jij ook, Oleg. Hallo. Hoe lastig deze situatie ook is, moeten we hier met z'n allen uitkomen. Zoals Willem het heeft gehoord, is de situatie hopeloos. Het is een situatie waar we lastig uitkomen. En misschien wel niet eens meer uit kunnen komen. Maar hetgene wat we hier gaan doen, is we gaan elkaar allemaal de hand schudden. En we gaan als vrienden of oud-vrienden uit elkaar. Als gangleden, als brothers in arms. En dat gaan we doen, want zo sluiten we dit af. En dat is wat Willem vraagt van jullie. Dat is het enige dat Willem wil. Voor de rest vraagt Willem niks meer. De gang ligt uit elkaar, daar kunnen we niks aan doen. Maar de hand gaat geschud worden. Uit teken de respect en liefde die we eerst voor elkaar hadden. Nee, dat is dat het enige dat Willem vraagt. Helaas is de situatie niet meer terug te halen. Maar de hand schudden lijkt Willem niet heel veel gevraagd. Waarom? Omdat we dit hoofdstuk goed afsluiten. En niet respectloos. We hebben veel met elkaar meegemaakt. Goede dingen en slechte dingen. Maar één ding hebben we gemeen. Is dat we allemaal in dezelfde gang hebben gezeten. En dat we een crimineel zijn. En wat we ook hebben meegemaakt, we sluiten dit af. En als je niet de hand wilt schudden, dat is prima. Maar dan weet Willem precies hoe je in elkaar zit. En ook al mogen jullie elkaar niet meer, zal Willem diep teleurgesteld in zijn. Maar wat is Willem? Wat is het? Ik krijg fucking te horen dat iemand me vakant wil maken. Dus dan zou ik daar een hand mee schudden. Hetzelfde als jij Gregory hebt neergestoken, precies. Dat klopt. Kijk, ik heb op de telefoon gezegd, hè Jordi, weet je heel goed, want je hebt meegeluisterd met Jeroen, dat ik niks meer aan jou zocht. Ja, die plannen die waren er, dat klopt, maar de plannen waren juist hetzelfde bij jou. Nee, zeker ik niet. Heb gehoord van nee, maar laat mij praten dan. Wat ik heb gehoord van Jeroen is de meeting die wij zouden hebben, waar dat jullie uiteindelijk zijn gekomen met de rest van de familie, ja, die zou eigenlijk al heel vroeg eindigen, want er zou een geweer op jouw kop gezet worden en dat zou dan einde verhaal zijn. Dus ja, dan heb ik ook die plannen gemaakt. Maar weet je wat het is? Het boeit me eigenlijk vrij weinig. Ik haal er niet veel uit. Wacht, wat? Nuestra wilde... Ik ben Nuestra was samen aan het werken met Jordi. En uiteindelijk zou er op het einde van de dag een vuurwapen op de kop gezet worden. Ja. Meneer. Dat plan was er. Maar kijk, daar gaat het mij niet om. Ik heb hier Samuel op de tablet mee zitten. Ik stap uit Darkness. Samuel die stapt er ook uit. En dat was het. Ja. Dus okay. Ik wens jullie nog veel succes met jullie nieuwe groepering. Voor mij hetzelfde trouwens. Echt leuk. Succes. Maar dat was het voor mij. Meisje, onderbouw het ook even waarom alsjeblieft. Ik vind het niet meer fijn hier. Darkness valt uit elkaar. Geef hem de hand. Iedereen staat hier. Nee, ik geef iedereen. Nee, de hand hoeft niet. We blijven weer uit respect nog even staan. Piet, ik denk dat je even moet gaan wenken. Want je hebt fucking veel hormonen. Lul. Niet meer. Wat zijn je toekomstplannen? Meer stapt er ook uit.
Ja, dat snap ik. En wat zijn je plannen, Mees? Dat weet ik nog niet. Bert? Ja? Wat is jouw idee hierover? Ja, ik denk dat ik geen meega bij Mees en Piet. Niks persoonlijk tegen Marcus of Jordi. Gewoon, ik ken deze twee al redelijk lang. En ik denk dat ik een betere bond heb met hun als met jullie twee. Maar zoals ik zei, niks persoonlijk. Nou ja, van mij weet je natuurlijk. Jeffrey die staat hier ook maar gewoon voor de lol, denk ik. Willem? Willem is gechoqueerd. Wat wil jij gaan doen? Willem volle hart. Willem zal iedereen steunen. Want voor Willem zijn jullie vrienden. Ook al zijn we geen gang meer. Voor Willem betekenen jullie allemaal Oleg, De Wit, Bakker. Willem weet niet je achternaam, Jeffrey. Van der Stegen. Dunham. Van Plakkes. En Blanco. Ondanks alles wat er is gebeurd. En nu helaas geen groep meer zijn. We willen jullie bedanken. Voor alles. Maar als er niks meer over is, zal Willem jullie steunen waar het nodig is. Altijd en overal. Met wat? Met de gouden gerimpelde knuppel of wat? Je onderschat Willem nodig. Oké. Okay. Wat zijn jouw plannen, Willem? Lekker in het huis zitten? Willem zit niet in het huis. Zoals Willem al zei. Willem volgt zijn eigen hart. Het enige dat Willem nog wil proberen, is Mason terug te krijgen op een goede manier. Want Mason is er eigenlijk nooit. En Willem vindt het heel erg triest en jammer dat ondanks alle tijden die we hebben meegemaakt, we niet eens de hand kunnen schudden. Ik wil best hand schudden. Ik heb ook wel een hand. Wij hebben voor mij geen problemen, dus... Dan stelt Willem voor degene die dit goed willen afsluiten, ondanks alles, iedereen hier elkaar de hand geeft. Dus dat Willem doet. Willem zal je altijd steunen als vriend, maar geef Willem de hand. Ik geef je altijd de hand, Willem. Plakkes. Ik ben zelfs bereid te knuffel, Willem, als je dat wilt. Dan doen we dat. Lekker, rug aan rug. Oh, dat is ook goed, alleen... Ik denk we gaan voor de knuffel, wat is dit? Ja, ik was even vergeten hoe die spier heet. We spreken elkaar sowieso, dat komt goed. Wij hebben niks, geen beef. Lucas, we hebben ook geen beef. Willem. Freemason. Bert, laat me nog één keer aan je snor zitten. Nog één keer. Geweigerd. Nog één keer. Eén keer. Nee. Nog één keer. Hey. Kom op, alsjeblieft. Nee. Piet, nee, Bert. Alsjeblieft. Succes, hè? Bert. Ik zal een staaltje af. Dit vind ik een emotioneel moment. Ah, nee, trouwens, laat maar. Doe maar op. Dat is makkelijker. Top, dankjewel. Jeffrey. Hey, Mees. Je mag nog één laatste keer. Je mag mijn auto scoopen. Voor de goede tijden. Eén laatste keer. Je mag nog één laatste keer mijn auto scoopen. Top. Ik heb er vrede mee. Hij heeft... de auto. Hij heeft voor de laatste keer de auto gescoopt. Bert, kom op, één keer. Bert. Is het zo leuk, echt? Yeah. Ik hoop dat je er voldoening uit hebt gehaald. Ik heb veel voldoening eruit gehaald. We spreken elkaar later, Bert. Kom maar goed. Tijd zal leren. Kom maar goed. Weet je wat het is, Willem? Het zit goed, Willem. Als mensen mij niet op mijn woord willen geloven, vind ik jammer. Vind ik heel jammer. Je zoekt het echt uit, hè? Piet. Niet. Nee, boeit me echt niet. Je zoekt het echt. Wat zoek ik? Je ging toch weg? Je zoekt het echt uit. Hey, met je temperamentje kan je niet gewoon in je auto zitten en gelijk wegrijden. Laten we dit nou op een goede noot doen. Niet doen! Gedrag, leeftijd en houding. Ja. Ik praat niet tegen hem, Willem. Ik praat tegen jou. En met jou wil ik alle respect mee praten. Alleen als hij zo schijnheilig is om via mij proberen om te leggen, je hoeft niet achter me te staan. Dat vind ik gewoon ziek. Piet! Wacht! Het is rustig aan, jongen. Er wordt hier geen geweld gebruikt. Vreedzaam was de voorwaarde. Kijk. En zo houden we het. Vreedzaam. Geen geweld. We gaan dit op een juiste manier afsluiten. Precies hetgene zoals we een van onze grootste projecten ooit hebben afgesloten. It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. It's been a long day for where we began. And I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. Oh! 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 Oh